BeMore Consultancy heeft vandaag een masterclass in corporate storytelling verzorgd. Het doel van deze masterclass was om directeuren, ondernemers en managers tools aan te reiken om met een goed verhaal over hun bedrijf of organisatie hogere omzetten te behalen. De oprichter van BeMore Consultancy is Vanessa Limon. Ze richtte haar bedrijf in 2007 in Nederland op tijdens de crisis. Het doel was om andere bedrijven te helpen het hoofd boven water te houden. Hierna besloot ze om samen met Onias Landveld, oprichter van het bedrijf Narrative, ook het Surinaamse bedrijfsleven bij te staan. Landveld vertelt waarom het belangrijk is dat een organisatie een goed verhaal heeft. Storytelling is verhalen vertellen met een doel. Dat is het. Het is geen roddelen, het is geen factorie, het is verhaal vertellen met een doel. Wat jouw doel is, dat hangt af van wat voor positie je bent, wat voor bedrijf je hebt, is het voor intern gebruik, is het voor extern gebruik. Het kan verschillen. Maar storytelling is verhaal vertellen met een doel. Zou je kunnen kijken voor mij? Waarom hou ik van deze tool? Het is een onderdeel in jouw managementbox. Het is geen breed spectrum antibiotica. Het geneest niet alles. Zie het als een schroevendraaier in jouw toolbox. Maar als je geen hamer hebt, als je geen zaag hebt, dan kan je moeilijk een huis bouwen. Ik hou van storytelling omdat het iets is dat wij altijd al hebben gedaan. Om de masterclass interessanter te maken, maakt Landveld gebruik van zijn persoonlijke ervaringen. En die man was geobsedeerd met, hij was geobsedeerd met stopcontacten. En hij wilde echt van alles erin stoppen, likken, van alles en nog wat. En wat mijn tante altijd deed, was schreeuwen van, nee, niet doen, kom hier, nee, niet doen, kom hier. Maar hoe meer ze hem daarvan wegduwde, hoe meer hij gebiologeerd was en geïnteresseerd was daarin. Totdat mijn oom, hij had een teddybeer, totdat mijn oom een verhaaltje bedacht en uitlegde wat er met die teddybeer gebeurde als hij naar een stopcontact ging. En hij ging met die teddybeer naar die stopcontact en hij liep dat ding schudden en mijn neef zat ernaar te kijken en hij vroeg oud te zijn oom van ja, oud, hij is niet meer naar dat ding toe gegaan. Want hij begreep, oh, het doet pijn. Hij had het kunnen ervaren door het zelf aan te raken, maar dat is niet zo goed op het moment. Dus de teddybeer, dat was de beste manier om dat uit te leggen. Onias Landveld, oprichter van het bedrijf Narrative, die in samenwerking met BeMore Consultancy vandaag een masterclass verzorgde in corporate storytelling. De masterclass is gehouden in het park aan de Grote Combeweg.